Ik ben de Groenste Delftenaar en ik heb mij in het dagelijks leven bezighouden met allerlei innovatieve duurzame projecten. We zijn hier in de Dream Hall. Dit is een gebouw waarin ontzettend veel innovatieve voertuigen worden gemaakt. Namelijk zonneauto's, waterstofauto's, elektrisch rijden. En het project dat ik zelf afgelopen jaar heb gedaan, dat is het project van de snelste fiets ter wereld. En dat is een project waarbij we eigenlijk zo hard mogelijk proberen te gaan op menskracht. En dat is eigenlijk een competitie die ook elk jaar in september in de woestijn van Nevada wordt gehouden. Ik heb meegeholpen aan het ontworpen van de Velox 7, zoals die is genoemd. En dat is dus een lichtfiets. Je kunt erin in liggen. Er gaat een kap overheen. Daardoor is hij ontzettend aerodynamisch, dus heel weinig luchtweerstand. En daarmee kunnen we ontzettend hard fietsen. Deze fiets heeft een topsnelheid gehaald van 121 km per uur. Dan zie je dus hoeveel er mogelijk is met je eigen spierkracht eigenlijk. En dat is iets wat heel veel over het hoofd wordt gezien, in mijn gevoel. En waar we zeker ook nog heel veel winst ligt. Als ik aan mezelf aan duurzaamheid denk, dan zie ik mijzelf in de toekomst eigenlijk zeker wel bij een ontzettend gaaf project werken. Wat echt iets kan betekenen voor een duurzamere wereld. En daarmee ook ontzettend veel mensen kan inspireren. En ik denk dat ik daar nog heel veel mee kan bereiken. Dus stem daarom op mij.